Welkom bij de tutorial voor After Effects, waarin we een foto leren animeren. Vooraleer we starten, moeten we het programma opstarten en dat kan je hier van onder in de balk. Staat dat programma er niet in, dan klik je hier bij Spotlight, After Effects en dan zal het hier tevoorschijn komen. Als het programma is opgestart, zal er eerst een welkomstvenster verschijnen. Links daarvan zie je uw recente projecten en rechts zie je de tip van de dag. Maar nu gaan we gewoon verder door op Close te drukken. Wanneer je het welkomstvenster hebt gesloten, kom je automatisch in een ongetiteld project. Dit ongetitelde project gaan we eerst een naam geven voor we beginnen. Dat doen we via File, Save As. En je typt de naam van je project. Ik noem het grens tussen foto en video. En ik slaag het op in mijn werkmap op het bureaublad. De interface van het programma ziet er als volgt uit. Hier heb je het Effect Controls panel, waarin je je effecten plaatst die je gaat toepassen op je beeldmateriaal. Dit is het projectpanel waar effectief je project komt te staan. Dit is de tijdslijn en dit is het compositiepanel. Waarvoor deze vensters dienen, kom je te weten tijdens deze tutorial. We starten met het importeren van het beeldmateriaal dat we willen verwerken. Er zijn twee mogelijkheden om je beeldmateriaal te importeren. Ofwel doe je dat via File, Import, Multiple Files. En dan kom je in dit venster terecht waar je je beeldmateriaal kan selecteren. De andere manier is door simpelweg hier tweemaal te klikken. En dan kom je in datzelfde venster terecht. We starten met het importeren van onze foto. Je ziet dat de foto nu in het projectpanel staat. Om te starten met onze animatie moeten we deze foto in dit onderste icoontje slepen, dus het derde icoontje, waardoor er een nieuwe compositie wordt aangemaakt. Als de compositie is aangemaakt, zie je dat je foto nu in de tijdslijn staat en een voorvertoning daarvan in het compositievenster. Om de foto helemaal te kunnen zien, scroll je gewoon naar beneden, zodat ze dus helemaal zichtbaar is. Voor we starten met de animatie, moeten we eerst de tijd van de compositie aanpassen. En dat doe je bij Composition, Composition Settings, of Apple K, Comment K. En dan kan je hier je tijd aanpassen. Deze twee laatste nullen zijn de frames, deze zijn de seconden, dit zijn de minuten en dit zijn de uren. Wij willen dat onze compositie 1 minuut duurt, dus we plaatsen hier 1. Oké. Om de verschillende beeldelementen in de foto, zoals de kruin, het gras en de lucht, te kunnen animeren, moeten we in Photoshop verschillende lagen aanmaken. We starten Photoshop. We openen de foto. Dit kennen jullie hoogstwaarschijnlijk allemaal. Maar ik doe het toch even voor. We willen dus 4 verschillende lagen. We willen een laag met de kruin van de boom, we willen een laag met de stam van de boom, we willen een laag met het gras en een laag met de lucht. Ik doe dit via de Quick Selection Tool. Ik doe nu even voor hoe ik de kruin selecteer. Ik doe dit nu snel. Uiteraard kunnen jullie daar zoveel tijd in steken als jullie willen, om het zo nauwkeurig mogelijk te doen.
op Refine Edge. Ik zet het inderdaad op Decontaminate Colors. Ik klik dit aan. Ik ga de grootte van mijn borstel wat vergroten. Dit ziet er goed uit, denk ik toch, voor deze eerste test. Dan ga ik het opslagen als New Document with Layer Mask. Je ziet hier de verschillende opties, maar ik kies deze laatste. Ik ga deze foto nu opslagen in dezelfde map als de originele foto. Ik noem deze foto kruin. In de map. Werkmap, grens tussen foto en video, dan in deze map. Zoals jullie zien heb ik deze foto al op voorhand klaargezet, dus ik ga dit nu niet opslagen, maar annuleren. Nadat je in Photoshop van elk beeldelement een apart document hebt aangemaakt, kunnen we deze importeren in After Effects. Dit doen we door dubbel te klikken. We selecteren onze beelden. We doen dat door command ingedrukt te houden. Dan kunnen we die meteen allemaal tegelijk importeren. Open. En hier staan ze nu in onze project panel onder de originele foto. We plaatsen nu deze vier documenten in onze compositie. Onze originele foto plaatsen we van onder, omdat we deze foto in de compositie laten staan. En deze als achtergrond gebruiken. We gaan dus onze documenten hier in de compositie ordenen. We ordenen deze naar gelang de diepte. Dus degene die het verst van ons verwijderd is, die plaatsen we boven de achtergrond. Dus het verst van ons verwijderd is de lucht. Die plaatsen we hier. Dan de stam, dan de kruin en dan het grasveld. Deze staan al. Als deze documenten geordend zijn, gaan we over tot het animeren van een beeldelement. We starten met het grasveld. Dit doen we door het grasveld aan te klikken. Dan gaan we naar Effect, Distort en we kiezen voor Turbulent Displays. Zoals jullie zien staan hier dus al de effecten die je kan toepassen op beeldelementen, op foto's, op video. Maar we willen eigenlijk dat het gras, dat daar een zachte wind doorwaait. Dus we kiezen voor turbulent displays. Dat weet ik nu al, dus ik zeg jullie dat. Zo kunnen we eigenlijk sneller het programma ontdekken. Je ziet hier in het Effect Controls panel alle details van het effect dat we juist hebben toegevoegd aan het grasveld. Displacement laten we op Turbulent staan voor deze opdracht. Je kan een andere keer, of eveneens tijdens deze opdracht, ook nog eens al deze verschillende opties aanklikken, zodat je ziet welk effect dat heeft op de foto. Het volgende dat we zien is Amount. Eveneens laten we Amount op 50 staan, maar ik toon jullie wat er gebeurt als we deze waarde veranderen. Je ziet dus al in het grasveld dat het effect duidelijk is toegevoegd op de foto. Dit gebeurt er als we de amount verhogen. Dit willen we natuurlijk niet. En dit gebeurt er als we het verlagen. Maar voorlopig stel ik voor dat het op 50 laat staan. Voor het effect dat we willen bekomen bij deze foto zijnde een zachte wind die door het gras waait. De volgende parameter is size. Deze parameter heeft te maken met de grootte van het effect. Voor onze toepassing gaan we size op 10 zetten. Ik doe dit steeds door te dubbelklikken op het getal
dan 10 te typen en dan op enter drukken. De volgende parameter is offset. Offset bepaalt de plaats van waaruit het effect wordt toegepast. Door deze waarde aan te passen, lijkt het alsof het gras beweegt. Dit is dus de parameter die we doorheen de tijd gaan animeren. Om een parameter te animeren, moet je dit klokje gebruiken, of beter gezegd, dit stopwatch-symbool. Dit klokje zorgt ervoor dat je een parameter kan aanpassen in de tijd. Je kan dit doen ofwel hier in het Effect Controls panel, want hier staat eveneens een klokje, maar je kan dit ook in de tijdlijn doen. Ik vind het eigenlijk wel gemakkelijker om meteen te werken in de tijdlijn. Dat doe je door op dit driehoekje te klikken. Dan zie je meteen Effects en Transform staan. We willen onze effecten bekijken, dus we klikken op dit driehoekje. Dan zie je het toegevoegde effect staan. Dan klikken we hierop en dan zien we meteen onze, ja, de laatste parameter die we gebruikt hebben hierbovenaan in het Effect Controls panel. Het voordeel om meteen in de tijdslijn te animeren is omdat je dan kan zien waar je keyframes geplaatst worden. Een keyframe is de plaats waar je je waarde vastlegt. Je plaatst steeds een keyframe in het begin van je animatie, die geef je dan een bepaalde waarde, en je plaatst een keyframe op het einde van je animatie, en die geef je dus ook een waarde. After Effects zal dan de waarde berekenen tussen deze twee keyframes. Zoals eerder gezegd, gaan we dit doen met de offset-parameter. Eerst verander ik mijn waarde in de eerste frame. Je moet steeds zien dat je tijdsindicator op de eerste frame staat. Ik verander mijn waarde. De eerste waarde verander ik in 0 en de tweede laat ik op 600 staan. Ik klik eerst op enter. Dan klik ik op het klokje. En dan zie je dat er hier een keyframe wordt geplaatst. Dan verander ik de tijd, dus ik beweeg in de tijd. Ik verander mijn eindwaarde. Ik maak van deze 0 600. Enter. En van deze laatste maak ik 1200. Enter. En vanzelf wordt daar een tweede keyframe geplaatst. Je zal je nu waarschijnlijk afvragen waarom de waarden 0 en 600 en 600 en 1200. Ik heb deze waarden gekozen omdat deze waarden zorgen voor een mooie bewegingssnelheid van het gras. Dat wil dus zeggen dat deze waarden zorgen voor de snelheid van de beweging van het gras. Dat wil dus zeggen hoe groter het verschil tussen de waarden, hoe sneller de beweging. En dat wil weer zeggen, hoe kleiner het verschil, hoe trager de beweging. Dus je kan steeds deze waarde veranderen en dan zie je ook met je eigen oog hoe snel de beweging gaat. Dit kan je een aantal keer testen en zo zal je de geschikte snelheid terugvinden voor je project. Na deze animatietoepassing sluiten we best terug deze parameters, zodat we terug een beter overzicht hebben van ons tijdspanel. De volgende parameter is complexity. Deze laten we eveneens staan op 1. De parameters evolution en evolution options hebben we eveneens niet nodig voor deze toepassing. Zoals eerder gezegd, kan je er altijd even mee spelen, zodat je ziet wat er mee gebeurt als je deze waarde aanpast. Maar nu gaan we verder naar de volgende layer. Voor we naar de volgende layer gaan, gaan we eerst eens bekijken wat we allemaal al gedaan hebben. Dat doe je door op
de spatiebalk te klikken. Je wacht enkele seconden tot hij hier op een vijftal seconden staat. Stoppen. Plaats de tijdsindicator terug vooraan. En we drukken terug op de spatiebalk. Zo zie je hier de mooie, zachte beweging in het gras. Ik kijk nog een laatste keer naar de beweging in het gras. Ik ben hierover zeer tevreden, dus ik ga naar de volgende layer, kruin. Ik wil in de kruin dezelfde subtiele beweging als in het gras van daarnet. Ik kan dit doen door opnieuw het effect toe te voegen, distort en turbulent displays. Maar ik kan ook simpelweg het effect van daarnet kopiëren uit de vorige layer. Dit doe ik door op grasveld te klikken. Ik zie hier het effect staan. Dus ik klik op Turbulent Displays. Ik ga die kopiëren door naar Edit te gaan en Copy te klikken. Of Turbulent Displays, Command-C. Dan ga ik naar Kruin. Je moet er steeds op letten als je iets plakt in een layer dat uw tijdsindicator in het begin van de tijdslijn staat. Dus op de eerste frame. Hier staat hij perfect. Dus de kruin is aangeduid. En dan doe ik Command V. Om even te controleren of het effect goed gekopieerd is, gaan we hier in de tijdslijn kijken bij ons effect. En hij staat hier. We kunnen de keyframes ook even bekijken en we zien dat die hetzelfde zijn als daarnet. Dit lijkt mij al wel een interessante beweging. Je kan uiteraard nog aanpassingen maken bij amount en size, maar momenteel lijkt mij dit zeker voldoende. Voor we naar de volgende layer gaan, zullen we nog eens kijken naar de preview van onze animatie. Dit doe ik nu door hier op play te drukken. Dit is eveneens een manier om een preview te bekijken. Daarnet deed ik het met de spatiebalk. We wachten terug tot er enkele seconden zijn om te bekijken. Het is voldoende. En druk op spatie voor het helemaal te bekijken. Als je vindt dat er geen aanpassingen meer moeten gebeuren, zijn we klaar om naar de volgende layer te gaan. We gaan nu naar de volgende layer. De volgende layer is stam, maar die laten we niet bewegen. Dus we gaan naar de layer lucht. Ook hier kunnen we terug het effect kopiëren uit de vorige layer. Dit kan zowel uit de layer kruin als in de layer grasveld. Command C. Dan ga ik terug naar de layer lucht. Voor ik plak, zet ik de tijdsindicator op de eerste frame. Dat kan je hier zien, omdat alle waarden 0 zijn. Dan Command V of eveneens Edit. Paste. Wolken hebben een andere beweging dan gras en bladeren. Dus hier zullen we in het effect enkele aanpassingen moeten maken. Ik stel voor dat we de hoeveelheid veranderen in 30. 30. Enter.
En de grootte veranderen in 80. Enter. Dan verplaatsen we onze tijdsindicator. En zo zien we eigenlijk de beweging van de wolken. We zien dat het hoogstwaarschijnlijk een heel subtiele beweging gaat zijn. Maar bij wolken kan dat wel, denk ik. Dus ik stel voor dat we deze beweging houden. En eens kijken naar een preview. De preview doen we opnieuw door op spatie te drukken. En eventjes te wachten. We zien dat After Effects maar 2 seconden heeft kunnen laden om het filmpje te tonen in preview. En dat komt omdat onze resolutie nog in full staat. We veranderen dit best naar half om het werkproces iets vlotter te laten verlopen. Dan drukken we opnieuw op spatie en we wachten enkele seconden. We hebben ondertussen 13 seconden geladen. Dus dat zal wel volstaan voor een preview. Dit lijkt mij een zeer waarheidsgetrouwe beweging. Deze foto is nu klaar, dus ik laat jullie nu zien hoe je hier een filmbestand van uitrendert. Dat doen we door Composition, Make Movie of Command M. De Render Queue komt hier nu tevoorschijn. Hier kan je enkele instellingen nog aanpassen, zoals Best Settings. De kwaliteit laat je gewoon staan op Best en de resolutie op Full. Dan klik je hier op OK. Losless. Laat eveneens het formaat staan op QuickTime of je zet het op QuickTime, moest het op iets anders staan. Dan ga je naar Format Settings. Bij Video Codec klik je Foto JPEG aan en dan druk je op OK en hier ook eveneens OK. Nu zijn alle settings in orde. Hier, dit is het filmpje dat zal worden uitgerenderd. Het noemt Boom in Korenveld, dus het filmpje krijgt dezelfde naam als het project, als de compositie, dus dezelfde naam als de eerste foto die je hebt toegevoegd. Als je daarop klikt, zie je dat het eveneens in dezelfde map als al je andere bestanden wordt geplaatst. Dan druk je op Save. En dan druk je op Render. Dit zal, zoals je meteen zal merken, een poosje duren. Maar dan kunnen wij nu alvast overgaan naar het volgende project. De render die is ondertussen klaar. Voor we starten met de nieuwe compositie gaan we deze even opslaan. Dat doen we door Command S. Dan gaan we een map aanmaken waarin we deze onderdelen gaan plaatsen. Dat doen we door hier op het tweede icoontje te klikken, Create a new folder. Die map geven we de naam Boom in Korenveld. Enter. Dan selecteren we al de onderdelen die we in de map gaan plaatsen en dat doen we door Command ingedrukt te houden en steeds de onderdelen aan te klikken. Die plaatsen we in de map. En de map is klaar. Nu zijn we klaar om een nieuwe compositie te starten. Dat doen we door ons beeldmateriaal te importeren. Dubbelklikken. Ik heb reeds alle documenten klaargemaakt in Photoshop. Dus ik selecteer deze. En ik open deze in After Effects. Net zoals bij de vorige compositie start ik met de originele foto hier in het derde icoontje te slepen, zodat ik een nieuwe compositie aanmaak. Vervolgens selecteer ik de andere onderdelen. Ik
plaats deze eveneens in de compositie. De originele foto plaats ik onderaan. De lucht plaats ik hierboven. En het meer hierboven. Het ordenen van deze lagen kan je doen zoals je zelf wilt om je animatie vlot te laten verlopen. We starten met het animeren van het meer. We zullen bij het meer hetzelfde effect gebruiken als bij de vorige compositie. Distort, turbulent, displace. Maar we zullen hier een belangrijke parameter aanpassen, namelijk turbulent wordt horizontal displacement. Bij amount zou ik starten met 20. Enter. Size 30. Enter. Zoals ik bij de vorige compositie reeds vermeldde, kan je hiermee experimenteren. Dit is nu een voorbeeldwaarde. Nu gaan we verder met het animeren van de offsetwaarde. Zoals bij de vorige compositie gaan we dat hier bij de tijdlijn doen. Dat werkt toch iets duidelijker. Doe open. Offset. We starten bij dezelfde waarde. Dus onze keyframe zal deze waarde hebben. Dus we drukken op het klokje. Dan bewegen we in tijd. En we veranderen de waarde aan voor de laatste keyframe. En het zal enkel zijn hier een 0. Enter. We kunnen nu even kijken met de tijdsindicator hoe deze beweging er voorlopig uitziet. Dit lijkt alvast al een beetje op stromend water. Maar het lijkt me interessant om de complexiteit ook nog aan te passen. Ik stel voor om hier waarde 3 aan te geven. Nog eens bewegen met de tijdsindicator. En dat lijkt me wel een zeer goed begin. Voor we overgaan naar het animeren van de wolken, zullen we nog eens kijken hoe de preview van de animatie is. We sluiten hier eerst al de balken. Ik klik op play. En dat lijkt mij al wel voldoende om eens te kijken naar de beweging. Spatie. Dit lijkt in orde. Nu gaan we over naar de volgende laag. De volgende layer is lucht. Deze lucht gaan we op een andere manier animeren dan in de vorige compositie. We gaan deze keer geen effect gebruiken, maar we gaan de lucht animeren door verschaling en verplaatsing. De verschaling en de verplaatsing van de lucht doen we door middel van transform. Dat zie je hieronder. Hier zie je dan staan position en scale. Vooraleer ik de waarde ga aanpassen, toon ik jullie dat je door simpelweg te slepen over de waarde kan zien wat je dus kan bereiken door deze waarde aan te passen. Het is altijd wel aangeraden om eerst de scale aan te passen vooraleer je de positie aanpast. Waarde. Door op appelzit te drukken. Nu ga ik overgaan tot het animeren van de positie in de schaal. Zoals daarnet vermeld, is het steeds interessant om eerst de schaal aan te passen en dan de positie. Ik ga mijn eerste keyframe plaatsen, maar de beginwaarde laat ik staan zoals ze is. Dus ik klik op het klokje. Keyframe is geplaatst.
Dan verplaats ik de tijdsindicator in de tijd. Ik zet deze op de laatste keyframe. Ik verander de waarde in 120. Dan ga ik over naar position. Vooraleer ik position ga animeren, zet ik mijn tijdsindicator op de eerste keyframe. Belangrijk. Ik klik op de parameter positie. Ik laat eveneens de beginwaarde staan. Dan klik ik op het klokje. De eerste keyframe is geplaatst. Ik verplaats de tijdsindicator naar de laatste frame. En ik verander de waarden in 880. Ik ga nu even kijken wat deze beweging geeft met deze waarden. En dat lijkt mij wel zeker oké. Vooraleer we starten met het renderen, gaan we toch nog eerst eens kijken naar de preview van onze animatie. Ik plaats de tijdsindicator vooraan en ik druk op play. Enkele seconden wachten. Dit gaat redelijk snel. Dus ik druk op stop. Spatie. Ik denk dat we over kunnen gaan naar het renderen. Om over te gaan naar het renderen, drukken we op Command M. Zo komen we terecht in de Render Queue. Hier zie je nog de vorige render staan. Maar we moeten dus naar hier beneden kijken. We klikken zoals daarnet op Best Settings. Dat laten we zo staan. Best en Full. Oké. Okay. Lossless. QuickTime. Format Settings. En hier maken we foto JPEG van. En we drukken op Oké. Okay. Oké. Okay. Eveneens de naam van de film. En de locatie waar de film wordt opgeslagen. Save. En dan kunnen we beginnen met het renderen. De render is ondertussen klaar. Dus dan gaan we naar ons project. We maken een nieuwe map aan. Deze map krijgt de titel Meer Bos. Enter. Plaats opnieuw de verschillende onderdelen in de map en ik save ons project nog eens door Command S te drukken. Om af te sluiten maken we nog een laatste animatie van een foto met daarin een personage dat we gaan laten ademen. Om ons beeldmateriaal in te laden, dubbelklikken we. We gaan naar de juiste map. Ik kies de map familie. Ik selecteer mijn beeldmateriaal. In Photoshop heb ik mijn beeldmateriaal klaargezet. Ik sleep mijn basisfoto naar dit icoontje om zo een nieuwe compositie aan te maken. En eveneens de layer. Die plaats ik daarbij. De basisfoto plaats ik daaronder en zo kunnen we starten met onze nieuwe compositie. Om te beginnen gaan we ons beeld een beetje groter maken, zodat het wat duidelijker is om naar te kijken. Dus naar beneden scrollen is kleiner, naar boven is een beetje groter. Dit is groot genoeg.
Dan klik ik op mijn layer van de vrouw. Want we gaan dus de vrouw laten ademen. De vrouw met de rode t-shirt. We gaan dan een effect toevoegen. Eveneens terug bij distort. En dan kiezen we het effect bulge. Het effect bulge betekent letterlijk uitpuilen. We gebruiken dit effect omdat we de vrouw willen laten ademen. Dus we willen eigenlijk haar borstkas laten uitpuilen. Je ziet dat bij dit effect ook andere parameters staan. Eveneens zie je hier bij de voorvertoning een cirkel staan. Deze cirkel bepaalt de plaats waar het effect zal worden toegepast. Je ziet als ik de cirkel beweeg, zie je effectief de toepassing van het effect. We willen de vrouw laten ademen, dus we plaatsen deze cirkel op de borstkas. Bij de parameters horizontal radius en vertical radius kunnen we de grootte van de cirkel bepalen. Bij deze eerste geef ik de waarde 80 in. En bij de tweede 60. Je ziet hier dat de cirkel is aangepast. Om de cirkel toch nog iets juister op de borstkas van de vrouw te plaatsen, ga ik de cirkel iets naar links verplaatsen. Ik kan dit doen door dit middelpunt te verplaatsen, maar ik kan dit eveneens door deze getal te verplaatsen. En ik verkies toch wel het werken met de getallen in de Effect Control Panel. Ik denk dat dit wel bijna goed is. Deze cirkel omvat nu de borstkas van de vrouw. Je ziet hier nog vier andere parameters bij het effect bulge. Onder andere de bulge height. Deze kan je ook verschuiven. En dan zie je dat de borstkas lijkt te ademen. Deze parameter gaan we gebruiken om de borstkas te animeren. De volgende parameter, taper radius, die zullen we ook eens uittesten. Je ziet dat dit een gelijkaardige beweging is, maar toch wel iets minder geschikt voor het ademhalen, lijkt mij. Dus deze laten we gewoon op nul staan. Deze twee laatste parameters zijn van geen belang voor onze animatie, dus ik ga daar nu ook geen aandacht aan besteden. We gaan nu verder met de animatie van de borstkas. Dus dan gaan we hier in onze compositie naar de effecten. Dan zien we bulge staan. En zoals ik daarnet zei, gaan we deze bulge height gebruiken. We gaan nu verder met het animeren van het ademhalen met de bulge height parameter. We zouden kunnen stellen dat het ademhalen maar effectief 6 seconden duurt, ongeveer. Maar we hebben hier een tijdslijn van 1 minuut. Dus dat is veel te lang voor één ademhaling. Dus we zouden bij onze compositie settings de tijd van onze tijdslijn kunnen aanpassen naar 6 seconden. Maar dat gaan we nu niet doen, want dit is het perfecte voorbeeld om jullie te leren hoe je keyframes kan kopiëren en plakken in de tijdslijn. Het ademhalen bestaat uit twee fasen, namelijk het inademen en het uitademen. Dat wil ook zeggen dat we in één ademhaling 3 keyframes zullen moeten gebruiken. Onze eerste keyframe zullen we plaatsen op 0. Ik verander de waarde voor mijn eerste keyframe van 1 naar 0. Ik druk op het klokje. Je ziet hier de eerste keyframe verschijnen. Dan wil ik mijn tweede keyframe op 3 seconden plaatsen. Dat doe ik door hier mijn cursor te zetten en 3 te typen. Enter. Dan verander ik mijn waarde van 0 naar
0,2. Enter. Je ziet hier een tweede keyframe tevoorschijn komen. En dan wil ik mijn laatste en derde keyframe op 6 seconden plaatsen. Dus ik zet hier 6, enter. En ik verander terug mijn waarde van 0,2 naar 0. Dus terug eigenlijk van begin naar einde. Dus een nieuw begin als het ware. Enter. Nu deze ademhaling klaar is, zal ik jullie tonen hoe je deze ademhaling kan kopiëren en zoveel kan kleven, zodat de vrouw een minuut lang kan ademen. Dat kunnen we doen door simpelweg deze drie keyframes te arceren. Dus klik, muisklik en met je cursor over de drie keyframes gaan. Dan doe je Command-C om ze te kopiëren. Dan moet je steeds zien dat je tijdsindicator op de laatste keyframe staat. En dat kan je altijd doen om het nauwkeurig te doen, alvast met dit pijltje. Dit pijltje is om de tijdsindicator op de vorige keyframe te plaatsen en dit op de laatste. Dus hij staat op de laatste, hier zie je het nog eens, 6 seconden. Command-V en dan zie je dat er twee nieuwe keyframes worden bijgeplaatst. We zetten de tijdsindicator op de laatste keyframe en zo kunnen we verder Command-V en verder Command-V. Je ziet een heel simpel voorbeeld en onze minuut is vol. We zullen nu eens kijken naar onze animatie, naar de ademhaling, door een preview te maken. Eerst sluiten we al onze effecten. Zo. En we deselecteren onze layer, zodat deze cirkel verdwijnt. Want dat is toch wel vervelend. Dus je doet dat door gewoon in het grijs te klikken. Nu gaan we naar een preview kijken. Dus ja, je plaatst de tijdsindicator ergens op de tijdslijn. We drukken op play. En het gaat weer al redelijk snel. Stop. Door op spatie te klikken. En dan bekijken we de preview. Ik laat het nog iets langer gaan, zodat we het toch nog nauwkeuriger kunnen bekijken. Dan kijken we eens naar onze preview. En we zien dat het een heel subtiele ademhaling is. Wat ademen eigenlijk ook wel is. Je ziet, als ik de tijdsindicator verplaats, zie je eigenlijk de beweging in het versneld. Dus er is degelijk een beweging, maar heel subtiel. Mij lijkt dit wel in orde. En dan gaan we nu verder tot het renderen van deze animatie. Om naar de render queue te gaan, druk ik Command-N. Dan zien we hier de derde render die we gaan uitvoeren. Familie, dat is de juiste. Dus eveneens bij deze settings best en full. De rest laten we allemaal staan. Oké. En dan lossless, quicktime, format settings. Daar maken we foto JPEG van oké en oké. Eveneens hier heeft het filmpje de naam familie met de naam, met de plaats
waar het wordt opgeslagen, namelijk in de werkmap grens tussen foto en video. Save. En dan kunnen we overgaan tot het renderen.